Je speelde vanaf de rechtsbuitenpositie. Nou gaan er. Je speelde vanaf de rechtsbuitenpositie. Nou gaan er een hoop verhalen rond deze week in Amsterdam over uh, rechtsbuitens en over eventueel nieuw moeten komen. Was dit een statement van, hé, hey, vergeet mij niet? Ja, ja, ja. Ik zie aan je lach ja. Ja, kijk, de trainer zei wel tegen mij van, uh, goh, ik moet mezelf laten zien, want ja, natuurlijk, ik ben ook een rechtsbuiten. Dus als ik nu hoor dat Anthony, uh, ja, misschien weggaat. Dan moet ik nu harder. Sowieso moet ik altijd hard werken. Ik moet niet, uh, geen rare dingen zeggen. Maar nu moet ik extra geven. En uh, ja, dat heb ik vandaag wel gedaan. Ja. Ja, dus voor jezelf was dit ook een soort met van tussentijdsexamen. Even laten zien. Vergeet zo'n Hansen ja. Kijk, sowieso, ik vind zelf dat ik goed kan voetballen. Alleen uh, ik mis wel wat rendement. En uh, ja, gelukkig heb ik vandaag wel gescoord. Jij weet natuurlijk meer. Is hij al vertrokken? Nee, nee, nee. nee. Hij is nog niet vertrokken, zeker niet. Maar jij zet wel op pole position om door te schuiven dan? Ja, natuurlijk hoor ik dingen van media en zo. En, uh, voor de rest weet ik, uh, weet ik daar niks van. En uh, ja, stiekem hoop ik wel dat het gebeurt. Maar hij blijft wel een goede speler voor Ajax. Dus, uh, Ajax heeft er wel nodig.